Bijkans 1000 gepensioneerde ambtenaren hebben zich tot nu toe geregistreerd voor een voedselpakket, die via de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, wordt verstrekt. De voedselpakketten hebben een waarde van 50 SAD en zijn verkregen via het ministerie van Sociale Zaken. Dat zegt Roy Sporkslede, penningmeester van de BBGO. We willen onze leden tegemoetkomen omdat zij het al moeilijk genoeg hebben, benadrukt Sporksleden. En we gaan waarschijnlijk volgend week weer verder, maar we moeten evalueren om te kijken van wat de kleine tekortkomingen zijn. Maar het gaat, de eerste dag was vreselijk druk, maar nu zien we wel dat er een beetje rust is gekomen in dat ding. Maar dat is het zo'n beetje. Ja. Hoeveel leden heeft u in totaal? We hebben ongeveer bijna 3500 leden. Dus gepensioneerde ambtenaren. Hè? En we hebben ook andere leden, dus mensen die gewoon vrijwillig bij de bank starten. En die mensen komen ook, omdat wij zouden niet veel, maar we hebben die mensen als ze zijn een soort donateur. En dan zijn ze bij ons en dan helpen we ze ook. Sporksleden zegt dat de BBGO geen idee heeft welke producten er in het pakket zitten. De penningmeester zegt verder dat de BBGO het pakket niet duurder zal verkopen dan wat het ministerie heeft aangegeven. Nou, het is wel soms een beetje moeilijk. Wij hebben geen donateurs, toch? We zijn zuiver, we houden die organisatie in stand met de contributie van de leden. Maar het gaat. We zijn bezig constant leden te werven. En bij deze zou ik direct mensen, gepensioneerde ambtenaren, vragen om zich aan te sluiten bij ons. Een formuliertje invullen. En dan kunnen ze gebruik maken van onze faciliteiten. We hebben hier elke ochtend de activiteit. Elke ochtend zijn we bezig met verschillende gymgroep. Vandaag is de gymgroep. Kijk, dus die mensen gaan weg. Ze zijn klaar met gymmen. Dus we hebben een groep binnenspelen. En we hebben een koor, toch? Dus we hebben andere heleboel activiteiten. Dus die mensen houden die organisatie open en liever. Dus wij vragen bij deze, nogmaals, dat ze zich aansluiten. Dat is een goed gelegenheid om ze duidelijk te maken van dat we die activiteiten van ons groot zijn. En hoe groter we zijn, hoe meer mensen komen, hoe beter voor ons. Roy Sporksleden, penningmeester van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst BBGO. Hij sprak vandaag over de registratie van de voedselpakketten bestemd voor leden van de BBGO.